Het gaat om een park met een oppervlakte van 20 hectare dat ingeklemd ligt tussen de snelweg A7 en de provinciale weg N247 tussen Horen en Volendam. Het park komt direct achter restaurant La Mer aan te liggen om het landschappelijk in te passen is een inrichtingsplan ingesteld. Moet dit plan doorgaan en zo ja, waarom en zo nee, waarom niet? Wat mij betreft gaat het plan door. Ik denk dat onze gemeente Koggeland een duurzaamheidsambitie heeft. En je kunt wel zeggen dat je die ambitie hebt, maar als je er helemaal niets voor wilt doen of niet voor wilt laten, dan is die ambitie ook helemaal niets waard. VVD Koggeland is wel tegen wildgroei van zonneparken. Ik vind wel dat het geregeld moet worden. We moeten niet elk stukje land dat we hebben onttrekken aan de agrarische gemeenschap en daar een zonnepark neerzetten. Maar ik vind als je een duurzaamheidsambitie hebt, als je A zegt, moet je ook B zeggen. We zijn bezig in Koggeland met een duurzaamheidsbeleid en we zijn bezig met een beleid speciaal voor zonneweiders. En ik vind echt dat daarin moet komen te staan. Niet ongebreideld neerzetten van die parken, maar we moeten het wel doen. Passend bij de duurzaamheidsambitie en passend bij de schaal van Koggeland. De OK-partij is mordicus tegen. Wij hopen op heel erg veel kortsluiting in die zonnepanelen. En dat heeft te maken met het feit dat wij primair willen handhaven datgene wat we altijd zijn en wat we willen zijn, een groene gemeente. Op het ogenblik dat je daar, en de Oudendijk is een locatie waar ook al 6 windturbines staan, en waardoor dus de inwoners een bovenmatige inspanning moeten leveren, wordt gevraagd van hen in ieder geval voor dat duurzaamheidsbeleid. Terwijl er toch zoveel andere locaties zijn waar geen, en daar hebben we het over, goede landbouwgrond wordt onttrokken aan die landbouw. Wij vinden de LTO aan onze kant, die heeft bij het gesprek in de raad ook duidelijk aangegeven dat ze ons standpunt ook steunen. Geen onttrekking van landbouwgronden. Onze boeren hebben het al genoeg, moeilijk genoeg, en die gaan we dan nog eens een keer opzadelen daarmee. Nee, het is zo dat ik heb ooit gevochten tegen windturbines. Daar hebben we min of meer op bepaalde plekken gewonnen. En nu wordt Oudendijk het afvoerputje van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Koggeland. Nou, ik woon er zelf. Maar goed, not in my backyard dus? Is dat het verhaal? Not in anybody's backyard. We zijn NIMBY's. Not in anybody's backyard. Want we moeten naar locaties toe. En de locaties die kunnen we vinden op andere punten dan het onttrekken van echte goede landbouwgrond. Op dit moment is het zo dat als er een aanvraag binnenkomt voor een zonnepark, wij deze toetsen aan de provinciale ruimtelijke verordening. We geen gemeentelijk beleid hebben daarin. En dat gaat ook gebeuren met deze aanvraag. En het gemeentelijke beleid, kan ik u vertellen, is in de maak. En ik zal me ervoor voor hard maken dat we niet ongebreideld wildgroei van zonneparken willen hebben. Ik heb afgelopen week nog gesproken met de voorzitter van de LTO. Ik ben het ook roerend met hem eens. Dat als je agrarische gronden gaat onttrekken aan de hoeveelheid grond die er is, dat is gewoon onverstandig. Maar niet investeren in duurzaamheid is iets wat niet kan. En het klinkt heel vreemd misschien om mij dat te horen zeggen, maar hoe wilt u dan investeren in duurzaamheid? Dat zal ik u duidelijk zeggen, want dat beleid van die grote zonneparken is asociaal, want we moeten naar sociaal toe. We moeten toe dat een individueel burger kan profiteren van het opbrengen van. Dat ben ik helemaal met u eens, want dat hoort met stip bij de randvoorwaarden voor wat betreft de realisatie van een zonneweide. Dat onze inwoners, dus niet alleen een zonneweide hebben die mooi ingebed ligt in het landschap, maar er ook mooi ingebed, kom op. Dat is een randvoorwaarde. Groen is mooi ingebed, voor de rest niet. Ook dat men ervan kan profiteren. Dat is een hele belangrijke randvoorwaarde voor wat betreft de VVD. Dat is het probleem. Dat heb je met windturbines ook. Dat zijn altijd grote maatschappijen die daar die parken neerzetten. Dat moet dus anders. Dat moet inderdaad anders. Maar nu gaat u een grote maatschappij als Nuon gaat u daarin steunen. Dus je moet het verdelen. Nee, heeft u geen gelijk in. We zijn bezig met een lokaal beleid voor zonneweiders. En ik ben het met u eens. De landschappelijke inpassing moet juist zijn. Er moet niet te veel agrarische grond worden onttrokken aan het areaal. En onze inwoners moeten even kunnen meeprofiteren. U geeft exact de motivatie aan waarom het niet zou moeten komen. En daarnaast hebben we een duurzaamheidsambitie. Oké, ik heb nog een. U zei dat mooi, de ruimtelijke provinciale ruimtelijke verordening. Zei al een detail is dat de provinciale ruimtelijke verordening mede is bepaald door de situatie in Oudendijk. Vanaf 1 november zijn zonneparken ook aansluitend om dorpslinten toegestaan en is de provinciale ruimtelijke verordening aangepast, meneer Molet. Ja. Is alles al beslist dan? Dat lijkt het dan wel een beetje op. Blijkbaar is het zo dat ze hebben gezien dat het eigenlijk niet kan. Dus wat gaan we doen? We gaan die provinciale verordening aanpassen. Want de provincie, niet de gemeente.
met de provincie. Nee, goed, dat. Maar daar zit ook meneer, de VVD in. Meneer Bond, ja, Bond van het CDA. CDA, maar ook de VVD zit daarin. Dus blijkbaar wordt er samengewerkt tussen partijen die wij niet in beeld kunnen brengen om dat zonnepark daadwerkelijk te realiseren. Wacht nou eventjes. Ho, want er is nog geen gemeentelijk beleid. Ik wil even reageren. U kunt wel zeggen, er is nog geen gemeentelijk beleid. Ja. Nou, zal ik u wat zeggen? Verrassing, de wereld staat niet stil. En op het moment dat je nu beleid ontwikkelt voor zaken die over 10 jaar gaan spelen, dat bestaat gewoon niet. Want laten we eerlijk zijn. In de loop van het leven komen er zaken op je af. Wat? En die zul je dan op een bepaalde manier in een vat moeten schieten. Dat betekent dus, en dat is hetgene wat op dit moment gebeurt. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld klimaatafspraken die worden gemaakt, duurzaamheidsambities die er worden neergelegd, en dan heb je het over landelijk, Europees en wereldwijd. Dat zijn zaken die 5 jaar terug er heel anders uitzagen. Mevrouw van der Pol. Dus noem het voortschrijdend inzicht. Uiteindelijk komen er zaken op je pad waar je dan beleid voor moet vaststellen. En ja, dat is er dan nog niet. Maar het vervelende is dat er heel wat gemeentes in Nederland al wel zo'n beleid hebben. Oh, en ja? En Kocheland komt er nu opeens achteraan, omdat er in de raad is gezegd van ja, we moeten nu gaan beslissen over een zonnepark, terwijl we nog geen gemeentelijk beleid hebben. En toen zei het college, oké, dan gaan we dat gemeentelijk beleid ontwikkelen. Het is zo dat je het paard dus in principe achter die wagen spant en je haalt nu dat paard naar voren en dan gaan we met een trekschuit eigenlijk langs het jaagpad. Nee, volkomen oneens. Bent u met me eens dat er al veel meer gemeenten zijn met wel beleid op dat terrein? Nee, er zijn niet veel meer gemeentes met beleid op dat Helder, terrein. Den Helder, er zijn bijvoorbeeld enkele gemeentes met beleid op dat terrein. En op het moment dat het begint te spelen, denk je, we gaan hier naar kijken, er komt een aanvraag binnen. Past het wel maar of niet? Maar als goed bestuur ben je toch proactief bezig? Als goed bestuur. Maar we zijn ook proactief bezig. Nee, want er zijn nu 3 aanvragen binnen in plaats van de 30 of de 300 die er wellicht in de loop der jaren binnenkomen. Ja. En juist die 300 moeten we zien te voorkomen. Omdat inderdaad die grote partijen, die zien daar een heleboel geld in. Wij zijn als gemeente in deze faciliterend bezig. Ja. En ik zit hier niet om de gemeente te verdedigen. Ik zit hier maar als voor een de toekomst van de VVD Kocheland en wat wij ervan vinden. Ja. Daar gaat het even om. Goed. Want u zult begrijpen dat ik niet voor de toekomst van VVD Kocheland ben. U gaat nu de grens over tussen lijsttrekker en wethouder. En ik zit hier als lijsttrekker en niet als wethouder. Nou, ik zit maar hier inderdaad ook als lijsttrekker. Dat zal u wel begrepen hebben, neem ik aan. Ja, dat maar waar ik heen wil, is dat we niet die grote partijen moeten faciliteren. Maar laten we dan beleid faciliteren, waardoor dus de individuele burger daar wat aan kan doen. Desnoods met voorlichting, maar ook wat versoepeling van zonnepanelen op daken en ook op stallen van maar boeren. Maar dat is logisch. Dat is logisch. Verduurzaming van bedrijven. En dan behouden onze groene gemeente. Van woningen, zonnepanelen op maar daken. Maar volgens u zit het wel heel wat anders. Het zijn twee verschillende dingen naast elkaar. Zonneweiders zijn iets anders dan zonnepanelen op een dak. Zonnepanelen op een dak, dat doen we al lang, meneer Molet. U weet hoe dat gaat bij ons. Maar dat kan altijd beter. Oké, goed. Dames en heren, we gaan er niet uitkomen. Ik hoor nee, het dat al. Denk dus, ik ook. Dus, maar één ding is altijd erg onverbiddelijk. Is dat de tijd is. Het is op. Nee. Het was een heerlijke. Ja, echt waar. Ach, sorry. Nee. Dus begrijpt u waarom wij eigenlijk oorspronkelijk langer door wilden. Maar, ja, want wij hebben als OK-partij een betere conditie. Ja, dat kan ik u wel vertellen. Waarschijnlijk ook beter dan ik. Maar goed, ik moet er toch echt een eind aan maken. Ik dank u.